altijd op Portugees. Wow. Hallo mensen en Tofkaas, goed nieuwe video. In deze video gaan we een FIFA 20 pack opening video maken. Ik heb er eerst voor gezorgd dat ik heel veel coins had, zodat ik heel veel packs kan openen. Dit heb ik in totaal 120.000 coins. Ik vind altijd spannend welke speler ik zal krijgen. Die altijd al Portugees? Kan nog een al. Nee, het kan nog een al wel niet zijn. Maar het is. Met deze speler ben ik best wel blij mee. 85 credits, daar kun je wel best tevreden mee zijn. Even zien welke speler we nu zullen krijgen. Pak dit pakketje nog open. Want er was nog een pakketje die ik kreeg uit beloningen en zo. En Oros Vince Roos. En het is een 81 credit speler, maar ik kan hem waarschijnlijk toch verkopen. En sommige mensen die skippen de animatie altijd, maar ik laat de animatie toch wel meestal gewoon afspelen. En sommige mensen weten ook wanneer je een walkout krijgt, maar dat weet ik niet. Ik ben daar nog niet zo heel erg in verdiept. En CEO, waar? Ik kan er misschien wel met wat muntjes voor krijgen als ik hem ga verkopen. En ik ga misschien gaan voor een 50k pakket. Oké. Het zijn best wel veel munten. Ik hoop dat ik goede spelers krijg. Oeps, ik heb ongelukkige skips. En wow! We hebben Kyle Walker gekregen. Oké, daarmee ben ik echt heel blij mee. Ik weet niet hoeveel hij waard is, maar hij zal waarschijnlijk heel veel waard zijn. En oké, nu mag ik zoveel mogelijk pakketjes openen en maken als ik wil. We maken toch sowieso winst, aangezien we Kyle Walker hebben gepakt. En wat krijgen we nu? En even wachten. En het is de enige echte man die. Oké. Die heb ik niet echt nodig, maar stel als ik goed ga voor een team uit de Spaanse competitie, kan ik hem misschien gebruiken. En nu krijgen we de enige echte Nyang. Ja, die speler doet mij man denken, maar ik weet niet wie. We hebben nu een Spanjaard Escudero. Is wat dat erger gekund. En de muntjes raken stilaan ook een beetje op, dus ik weet niet of we nog veel pakketjes kunnen openen. En oh, Reina. Pepe Reina. Dat is een doelman. Oké, wat krijgen we uit dit pakketje? En stommelmuziekje. En het is spannend. Colombiaan. Spits. Falcao. Ja, het is Falcao. 83 credits. En het is toch wel een van de goede spelers uit Colombia. Dus ik ben er wel tevreden mee. Ook al zijn er ook natuurlijk betere spelers die je kan krijgen, maar Falcao is nog best nog te doen. Oké, spannend. Ik hoop dat we Van Dijk zullen krijgen. Geen Van Dijk, maar krijgen in de plaats van die. Want Van Dijk is wel een speler die ik kan gebruiken in mijn team. En nu het laatste pakketje van de video. Ik hoop dat er iets heel erg leuks zal zitten in dit pakje. Zal wel tof zijn. En oh, het wordt opeens blauw. En oh, zo'n kaart heb ik ook niet gehad. Zo'n Champions League kaart. Zijn die veel waard of niet? Geen idee, want ik heb ze nog nooit gehad. Maar dit was dan de video. Hopelijk hebben jullie genoten. En ik mag niet klagen, vooral de Kyle Walker kaart, die was heel erg leuk om te hebben. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Wil je meer FIFA zien? Laat het even weten hieronder in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus tot al jaren. Out.